Ja, ik wil wel een koffie. Ik kan het inhalen. Goed, Gast, alle. Ja, jongen! Alle. Welkom bij de derde episode van KZTV, uw favoriete tv-programma voor 's morgens, middags, 's avonds. Goed, deze episode gaan we onder andere naar de G-sport in Antwerpen. Ja, dude, wat gaan we nog doen? We gaan al onze brieven openmaken dat we toegekregen van alle. Veel brieven! Veel brieven. Super content mee, echt. Merci. Thanks. We hebben reacties gekregen van de mensen die meespeelden in ons vorige filmpje. We leven in een vrij land. En vandaar recht van antwoord. Ja, van die manen moesten we dit nog meegeven. Ja, oké, als je iets te zeggen hebt, het komt erin, integraal. Bedankt die manen, het zal nooit meer gebeuren. Over recht van antwoord gesproken. Meneer die hoort, Jeroen Doet, vond hij daar nogal een beetje als een sissy overkwam. Dus we hebben hem de kans gegeven... I came in like a wreck. Ja, goed. Recht van antwoord. We hebben hem de kans gegeven om zijn kunsten te tonen. We gaan het gewoon zeggen. We hebben de volgende 7 brieven al eens open gedaan. Het verbaast ons zeer, maar de mensen hebben graag dat wij eens op bezoek gaan bij meneer Keppes in Leuven. Wij brengen Keppes tot bij u. Night. We hebben 2 brieven binnengekregen. Over haver. Ze vragen wat ons heilige haverrecept is, dat een baat niet lust. De baat is een mening over ons legendarisch recept. Het is niet bepaald representatief. We hebben het hier over de baat. Die jongen die staat op, die redt met zijn vloer aan de koolraad. Die koopt zijn eigen daar pens en die bakt pens en die neemt pens als ontbijt. En die gaat zeggen dat onze haver slecht is. Ja, die haver die is wel tevreden, die is beestig goed. Zoek dat maar op. Ja. Mag ik niet vergeten zeggen, we hebben ook een kwade mail gehad. Die ging een beetje als volgt. Ik heb het opgeschreven, ik heb het afgedrukt voor jullie. Beste jongens, bedankt, wederom bedankt om alle haver in Leuven op te kopen. Dit wordt niet geapprecieerd. Ja, ik denk dat ik de rest van de brief mail gewoon ga negeren. Kwestie van geen ongepast taalgebruik te integreren in onze afleveringen. Ik zal u zeggen dat probleem met die havermout, hij heeft dat veroorzaakt. Hij heeft een punt. Ja, ik ga eraan doen. Ik ga het oplossen. Ja, hij gaat het oplossen. Als jij nog een brief schrijft, makker, en die is zo opgesteld, ik weet u te vinden, hè, vriend. Doen we niet, hè. We verstaan. We weten nu wonen. Je hebt je eigen adres op de andere kant geschreven. Nee, dat was niet waar. Is dat een mail? Ja, dat was een e-mail. Maar we vinden nu. Ja, ik denk dat we het gros van de brieven hier wel gehad hebben. Ah ja, nee. Hetgeen dat gisteren is binnengekomen. We hebben een kaartje ontvangen uit Vila Moura, Portugal. Waarvoor dank. Afzenders zijn Pleerke Swasselneuf. En de zwette parel. Ja, de valstadion is nog nooit zo gezellig geweest. Ja, we geven het kaartje even mee. En dus bracht ons dat op het idee dat wij graag jullie kaartjes zouden ontvangen.
van op stage of van thuis, waar je ook traint. Stuur een kaarsje uit het zuiden naar kztv@outlook.com en win fantastische prijzen. Mooiste kaartje, tevens mooiste tekening. Ja, we gaan nog eens denken wat we kunnen geven, maar we geven daar veel voor. Ah, misschien mooiste tekening. De mooiste tekening die wordt ons toegestuurd, die komt mee op ons KZTV bord te hangen. Oké. Okay. Ja, hoeveel kan Pieter Jan Hannes benchen? Goeie vraag. Wij gaan dat onderzoeken. Ja, we gaan dat onderzoeken. Ja. Dat is, hoe moeilijk kan dat zijn, Benje? Ja, zijn jullie klaar? Ja, ja. Schappelijk, hè? We gaan moeten upgraden, hè? Ik denk het wel. Eén hand, zo lekker. Eens proberen. Ja, dat gaat zwart breken. Holy fuck, dude, stop daarmee. Ja, allee, doe maar. Ah, dat is te makkelijk, we gaan moeten upgraden. Wat denk je van een winkelkar? Hoe zwaar kan dat zijn? Gemakkelijk of wat? Deze is te makkelijk. Deze kan ik zelfs bij één hand, als het moet. Doe eens. Goed genoeg? Ja. Allee, benchen. Allee, op. Ja, dat is nog wat te hoog gegrepen, hè. Nee, dat gaat. Het is onstabiel. Zever, gezever. Allee, gast. Allee. House in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus E.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you. Ooh, ooh, I'd leave it all. Ik ga niet
Raadsmannen draai niet vinden. Ik weet het is waar, maar ik begin. Bij ons en thuis en onder vrienden. Oké, Kermaan, wat is voor u de grootste atletiek in alle tijden? In België. In België? Ja. Ja, nou vragen we wat. Ja, dan denk ik dat we toch richting Pieter Jan Hannes moeten gaan. Zeg. Heeft u ooit al gehoord van Pieter Jan Hannes? Daar heb ik geen idee van. Daar heb ik geen idee van. Ik zie naar Pieter in de Schelde. Dat doen we ook, maar eerder kijk. Ons pa gaat mij vermoorden dat ik dat niet ken. Dokter is in. Minister Maders, goedenavond. Goedenavond. Zou u voor het KCTV iets kunnen vertellen wat u in het atletiek gebeuren afgelopen jaar de beste prestatie was? Voor mij is het de wereldrecord door Marieke Verhoek. We zijn hier vanavond ook voor de G-sport aanwezig. Ja. En dus denk ik dat toch relatief weinig geweten is, maar zij heeft vorig jaar ervoor aangehoudelijk enorme prestaties geleverd. En dus kies ik voor dat moment. Mooi. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Hé, hey, gasten, dat is toch al 20 centimeters, hè? Met tegenwerking krachten. Ja. My, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus near you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. I leave it all. Oh, do you? Ooh, ooh, I leave it all.
Pino. Give me one good reason why I should never make. Wat hebben we gedaan? Skutte. Ja, Sven, dat is een nieuwe maatregel. Nog maar 30 per uur op zulke paden. Wat vind je daarvan? Ik was er toch wel wat van geschrokken. Ik denk dat wij als fietser ook wel proberen van die paden juist wat op te zoeken om wat veiliger te zijn. Om weg te zijn van het drukke verkeer. En als ze ons daar nu gaan verbieden van harder te rijden dan 30. De modale wielertoerist rijdt tegenwoordig dik boven de 30 per uur. Ja, dat vind ik een beetje over de limiet en dat is absoluut voor niks nodig. Ja, Steven Pauwels. Nog maar 30 km per uur op zulke paden. Wat vind jij daar nu eigenlijk van? Ja, toch wat van geschrokken. Maar al wel achteraf bekijken, een goede zaak denk ik. Ja, het is zo. Eerst had ik al schrik dat ik zelf maar maximum 30 per uur ging mogen lopen. Natuurlijk, mijn trein sterk zou belemmeren. Want ja, 30 in het uur, dat is. Nu dat ik weet dat het enkel op voertuigen slaat en dat die van die terroristen, gelijk Sven Nys, maar maximum 30 per uur mogen, dus hier niet meer gaan komen trainen waarschijnlijk, vind ik dat echt een goede zaak. Dus verschrikkelijk storend als je hier aan het trainen bent op de Demerdijk. En je moet Sven Nys voorbij lopen, die jongen zo traag gaat en je wilt maar niet op kant gaan, want die pakt altijd volledig het midden van de weg. Die vindt zijn eigen echt wel, allee, tussen ons gezicht en gezwijgen, dat. Nee, ik vind het een heel goede regel en ik ben echt tevreden dat al die wielertoeristen die dat denken dat ze rapper dan 30 per uur kunnen rijden hier weggaan. Zeker Sven Nys. Ja. Kom je vaak cowboys tegen die dan toch risico's nemen met de fiets? Kom je dan soms cowboys tegen die toch wel risico's nemen op de fiets? Elke dag. Cowboys. Jongens toch. Ongelooflijk. Allee, ik zie niks anders in mij. Het is goed dat die maatregel er komt. Ja, daar hebben we weer zo'n geval. Is dat 30 per uur of is dat plus 30 per uur? Dat is plus 30 in de uur. Zie je dat? Dat kan niet, hè? Te rap, hè? Heb je gezien? Ga je op kant gaan? Er is er weer een. Niet te rap, hè? 30 max, hè? Wat? 30 max, hè? Niet te rap, hè? Max 30, hè? Ah, ja. Ja, maar. Zeg het maar één keer, hè? Gezag. 0. 0,0. Lusteren die mannen. Nooit geleerd op school, hè. Kotsen. Wat ze eigenlijk zouden moeten doen, zouden mij moeten autoriseren die mannen vast te pakken en in het water te smijten. Opgelost. Gedaan met de miserie. Verstel hem maar. Maximum 30, hè. Niet te het, hè. In de orde, joh. Rustig rijden, hè. Allee, kom maar een koffie drinken. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try. 'Cause when the lights have lost their glow, you cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, 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 and you cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry, cry, cry.
veel op links en rechts zou sturen. Ja, ik kan hier even blijven liggen, want het is niet dat ik iets anders doe dan dat. En ook als je een voetgestap hebt, heb je een button en die doorzakt. Je gaat rap corrigeren. Aan een koffie gaan drinken, hè? En ik zelf mag kiezen, ik zou weten hoe ouder zijn geworden. Of minstens een basketter. Of ja, laat even. Zou die niet een beetje te kort voor een basketter te zijn? Ik ben zo ongelooflijk snel. Ik spring ook gelijk 30 meter langer. Dan ben ik weer zo aan het filmen, mijn gast. Doe maar. Zeg Antonio. Mailen. Naar wie ga jij de mail sturen? Ja. Weet je nog? Die een haver die op is. Ja. Ja, die dozen. Ja, ik heb er nu geen bij me liggen, maar als dat de doos is, die zijn maar tot hier gevuld. Dat is een probleem. Dus ik heb wel 18 dozen. Dat gaat binnenkort weer op zijn, net zoals iedereen. Iedereen zit er zonder haver hier in Leuven. Ik kan het oplossen. Ik ben een kwaker Oos aan het mail. Komt in orde. Goedemiddag, u spreekt met Pieter en Hans van KZTV. Ik heb eens een vraagje. Oh wel. Oké, dat is heel goed. Dikke merci, hè. Ja, hetzelfde. Voilà. Is het opgelost of wat? Hè? Maxi Pax. Het is opgelost, hè. Die meisjes waren aan het zien naar de. Meisjes? Ja! Ik heb wel echt graag meisjes. Kun je geen baten? Ja, doe het. Het is allemaal sportgerelateerd. Oei. Het zijn maar drie kleine vragen. Ja. Oei, mijn flits staat hier aan. Ja, het is wel fel. Het is wel fel, hè? Het is heel goed. Nee, jawel, ik was het aan het zien. Ja, je mocht dat zeggen, hè. Wacht, hè. Godverdomme. Nu weet ik het, hè. Voilà, oké, Eline. Ik ga met de deur in huis vallen. De eerste vraag. Kent jij toevallig Jeroen Doet? Kent je, of heb je ooit al gehoord van Pieter Jan Hannes? Nee, ook niet. Nee, ai. Allee.
Ben je hier niet goed aan het doen? Nee, nee, het is oké. Okay, het is oké. Okay. Allee, het is niet dat er iets te verdienen valt. Dus. Oké. Okay. Heb je gehoord van ene Joris Kippes? Ah ja, ja, ja. Ja, die je wel. Ja. En weet je... Oh, ja, dus dan ben je niet. Wat doet hij? De goede opera. Och. Ja, ja, goed. Ja. We zijn dus een tv-kanaal. Gespecialiseerd in sport en zo. Mm-hmm. En we hebben een vraag voor u. Kent je misschien Jeroen Doet? Nee. Nog nooit van Jeroen Doet gehoord? Nee, sorry. Ai, nee. Oké. Okay. Tweede vraag. Kent je Pieter Jan Hannes? Nee. Ook niet. Oh, is zo erg. Oké. Kent jij Joris Kippes? Ja. Heb je ooit al van gehoord? Ja, ja, ja. Ja? And we're the three best friends that anybody could have. We're the three best friends that anyone could have. We're the three best friends that anyone could have. And we'll never, ever, 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 ever leave each other. Oké, we zijn hier in het restaurant. Kippes en Co. Check, we hebben hier al een poos. Ja, nu komen net toen ze ook, hè. De verkenning van het huis. En dat doen. Ernstige hygiënische inbruiken gevonden. Fact check, Kippes en Co. Ja, maar dat, die poes... Er lopen pozen in de keuken! Ah! Ja, kitte, 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 kitte. Ken jij hem dood? Ken jij hem dood? Negatief. Ja, ga lopen anders. We zijn dus bij Kippes en Co. Zoals je kunt zien. Zelfgemaakte looksaus. Olie. Ja. Ja, leuk. Hoe heb je dat gedaan? Op spelbrood. Oh ja. Ik stel voor dat we dat eerst aan die kat geven om te zien dat het eigenlijk wel oké okay is. Eet het of niet? Nee. Ik heb het al gegeten. Godverdomme. Hij doet het nog goed. Ja. We gaan hier de grootste vraag van de Belgische atletiek ontrafelen. Kippes, wat is uw voornaam? Mijn voornaam is, en daar heeft iedereen natuurlijk lang op gewacht, Joris, ja, Joris is mijn voornaam dus. Oh. En ja, dat doe ik toch wel voor sommige mensen een verrassing zijn, want ja, die denken bijvoorbeeld dat ik ja, Jonas of Jonathan of zo heet, maar het is dus echt Joris. Ik heb eens, dat klinkt, iedereen kent dat, ik weet ook niet waarom, maar dat klinkt en dat is bekend en ja, dat spreekt de mensen aan, hè. Ja, ja, zwaar gezegd. We zijn daar nog blijven lopen en dan nou, dat komt het. We zien hier aan de kast een hoop posters hangen. Ja. De zilveren ploeg van Belgrado, hè, de mannencross, hangt daartussen. Ja. Je moet er één van de zes kiezen. Wie is je groot idool? De Doet, ja. Ja, een aparte kerel. Op de een of andere manier werkt hem toch wel inspirerend. Ja, Kippes. Ja. In atletiekmiddelen stel je niet alleen bekend als iemand die super hard traint, maar ook iemand die continu te laat komt. Dat mag gezegd worden, hè, Paul? Dat is... Nee, maar eigenlijk is het gewoon, ik kom overal te laat omdat ik gewoon altijd te laat vertrek eigenlijk. En omdat ik altijd eigenlijk, ik ben ja, net zoals Filip een beetje een narcist. En dus hou ik soms te veel van mezelf, waardoor ik mezelf ook overschat. Vertel eens, wat is je standpunt erover? Lopers, relaties, seks voor de wedstrijd, van die top is. Ja. Go. Ja, hoe moet ik daaraan toevoegen? Want, ja, het ja, dus ja. Mogen we dat samenvatten als een relatie lopers onder elkaar, dat kan, zolang dat je niet bast voor de wedstrijd? Ja, dan zeker.
goed. Aan het filmen, maar zonder geluid. Dus je mag het cijfers, hè. Ja, we hebben ook een kaartje ontvangen van op stage uit Monte Gordo, Portugal. Je zit in die Villa Moura, doe het. Ja. Restart. Ja, en kip eens. Fuck. Oh, wacht even.